Wat een puinhoop. Wat een puinhoop is dat toch. Ja, met dat asielbeleid. Ja, dat kan toch echt niet. Vrienden, zoals dat nu allemaal gaat. En ik heb het al vaak genoeg hier gehad over Ter Apel. Die arme mensen in Ter Apel die al honderdduizenden keren hebben geklaagd en hebben aangegeven, het kan zo niet langer. We zijn het zat. Ja, diefstallen, ze worden lastig gevallen. Zij zijn daar helemaal klaar mee. Maar, ja, het gaat maar door gewoon. Want nu loopt Ter Apel weer vol. Voor de zoveelste keer. En dat weten ze nu al, weet ik veel, al bijna jaren. En nu loopt het weer vol. Wat een beleid. Wat een beleid. Het is nog erger. Veel erger met het kabinet. Dan wij hebben gedacht en dan wij weten. Ja, ja, ja. En dat zien we nu gebeuren. Weer voor de zoveelste keer. Kunnen ze de boel niet op de rails krijgen? Moet je kijken. Ze willen dus 16.000 van die statushouders, hè? Van die mensen die zijn goedgekeurd, van die asielzoekers. Die willen ze een woning geven. Hoe kan dat nou, vrienden? Hoe kun je dat nou verkopen in Nederland? Daar is dan toch geen draagvlak voor. Hoe kan dat nou? En 53% van de jongeren die heel dolgraag een huis willen, die zitten thuis, die zitten nog bij hun ouders. Ja, en er zijn nog 180.000 woningzoekenden in Nederland die ook dolgraag een huis willen. Nee, die gemeente krijgt een opdracht zo snel mogelijk die 16.000 onderbrengen. Dat is niet te verkopen. Hoe kan dat nou? En dan denk ik bij mezelf, doe het nou aan de voorkant, dat zeg ik steeds. Laat ze nou niet zo verschrikkelijk binnenkomen. Al die politieke partijen met van kom maar binnen met je knecht. Het is elke keer hetzelfde liedje. En dan loopt dat land maar vol. Dat hele Nederland, dat raakt uit balans op die manier. Cultureel, noem het allemaal maar op. Doe het nou niet. En dan dit soort dingen, die kunnen dus dan ook helemaal niet. En die arme mensen, ja, want daar komt het uiteindelijk op neer. In Ter Apel, ja, die zijn de peanut.